Taco Gamers, Lars hier! Goedemorgen! En welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op Taco Games. En jongens, meteen eventjes een serieuze mededeling aan het begin van deze aflevering. Vandaag op deze zondag is namelijk de allerlaatste aflevering van Minecraft Survival voordat de scholen weer beginnen. We moeten er echt weer aan geloven, jongens, met z'n allen. School gaat weer beginnen, werk gaat weer beginnen, het echte leven gaat weer beginnen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Minecraft Survival gaat stoppen, want Minecraft Survival is er elke dag, maandag tot en met zondag, om 7 uur 's ochtends. Of dat het nou vakantie is of niet, maakt mij helemaal niet uit. Minecraft Survival is natuurlijk mijn ochtendserie, en dat betekent ook morgen lekker Minecraft Survival om 7 uur. En ik wil meteen eens eventjes van jullie weten, jongens. Wie van jullie is er van plan om na de vakantie ook lekker Minecraft Survival te blijven kijken? Of 's ochtends voordat je naar school gaat, of misschien 's middags als je uit school komt. Minecraft Survival is er natuurlijk om 7 uur. En laat eens eventjes in de reacties weten, jongens, of dat jullie van plan zijn om lekker deze serie te blijven volgen, ja of nee. Ik heb namelijk echt wel het idee dat Minecraft Survival op dit moment de meest populaire serie is. Geen idee of dat het komt omdat het vakantie is of dat het geen vakantie is. We komen er allemaal wel achter. Ik hoop echt dat jullie lekker blijven kijken, jongens. Want we hebben nog zo ontierlijk veel dingen te doen hier in deze wereld. En een van deze dingen die ik vandaag met jullie wil gaan beginnen is het bouwen van een huis. We zijn de afgelopen tijd heel druk bezig geweest met het verkennen. Een klein beetje alles klaarzetten, zodat de serie nu eigenlijk echt kan gaan beginnen. En ik heb eens een beetje zitten nadenken. Wat voor soort huis wil ik hebben? Hoe wil ik dat het eruit komt te zien? Wil ik een hele grote mansion hebben? Wil ik een soort van kasteel bouwen? Wil ik een klein hutje ergens midden op de hei bouwen? Nee. Wat ik met jullie wil gaan doen, is een huis bouwen hier in de berg. En dat lijkt een klein beetje op het huisje wat we de vorige keer gebouwd hebben in de vorige serie. Maar deze keer moet hij anders worden. Deze keer moet hij groter worden. Deze keer moet hij statiger worden. Deze keer moet hij cooler worden. Oftewel gewoon beter in alle opzichten. En ik heb een klein beetje een tof plannetje over hoe ik dat eigenlijk precies wil doen. Laten we eens eventjes gaan kijken wat voor materiaal we überhaupt allemaal hebben. Want ik kan natuurlijk allemaal wel plannetjes gaan lopen maken. Maar we zijn de afgelopen tijd zoveel bezig geweest met verkennen dat ik eigenlijk nog helemaal geen basismateriaal heb. Ja, ik heb een beetje steen. Nou, boehoe, joepie. Wat hebben we allemaal? Eerst even kijken. Ik heb volgens mij ook die... Deze eventjes hier. Slimeballs. Deze slimeballs wil ik gaan gebruiken om een automatische schuifdeur te maken. Een beetje als een grote tempel, maar dan anders. Gewoon eigenlijk een grote schuifvoordeur. Is dat een dingetje? Lijkt mij namelijk wel heel erg tof om te maken. Voordat we dat kunnen doen, moeten we natuurlijk eerst eens eventjes kijken wat voor materialen we daar allemaal voor nodig hebben. En volgens mij heb je daar ijzer voor nodig. En redstone. Klopt dat? En redstone, dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik op dit moment niet heb. Naast diamonds natuurlijk. Dus wat kunnen we doen? We kunnen alvast een beginnetje gaan maken natuurlijk met die deur. Dat is best wel mogelijk, want we kunnen... Alhoewel, nee, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, we hebben nog helemaal geen redstone. Oké, hoe gaan we dat aanpakken? Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon helemaal naar beneden, totdat we op de redstone laag aankomen. En uiteindelijk... Wow! Holy spettepoep, dit is cool! Oh, maar dit is echt zeer welkom. Dan ben ik echt zo ontiegelijk blij dat ik hier gestopt ben met mijn trap de vorige keer. En dat ik niet per ongeluk hier naar beneden ben gaan staan om daar nog eventjes een stukje weg te hakken. Holy spettepoep. Als ik eentje verder was gelopen, was ik daar beneden uitgekomen. Niet in het water. Oh, dat was echt dood geweest. Dan was ik al mijn spulletjes kwijt geweest. Oh, help. Nou, dan moeten we zo veilig manier zien te vinden om daar naar beneden te komen. Hey, Enderman. Hoe gaat het met jou dan, maat? Hoe gaat het met jou? En dan hebben we er ook goud daar beneden. En misschien dat we dan ook wel op de redstone laag uitkomen. Want dat is best een diepte daar. Laten we eens eventjes gaan kijken. We gaan eens eventjes op avontuur. Gewoon om te kijken of we daar redstone kunnen vinden. Want als we daar redstone hebben, dan kunnen we alvast beginnen met de deur. Ja, toch. Eens even kijken. Wat hebben we allemaal nodig als wij op avontuur gaan in de diepte? Waarom ga ik echt godsnaam naar die crafting table toe? Ik moet hier zijn. In de kistenkamer. Tenminste, kistenkamer. Deze. Poppie. Was dat de dure poppie of niet? Dit is de heilige poppie. Is dat een ding? Heilige poppie? Ik vind het wel. Deze gaat eventjes hier allemaal in. Oh, nee. Pickaxe neem ik mee natuurlijk. Diorite, sunflowers. Stenen gaan allemaal hier. Kool neem ik uiteraard wel mee voor het geval dat ik iets moet smelten bijvoorbeeld. Ik denk niet dat het gaat gebeuren daar beneden, maar je weet het maar nooit. Zwaard uiteraard, voordat als irritante beesten langskomen. Een bed. We hoeven geen bed mee te nemen. Maar laten we niet onder de grond slapen, of wel? Oh, misschien nog eventjes wat extra fakkeltjes. Dat is ook wel handig. 1, 2, 3, 4. Komt u maar, want ik heb natuurlijk nu heel veel kool. En te weinig fakkels. Hoppakee, bam. Eén stokje over waar ik niks mee kan. Great. Helemaal geweldig, maar we hebben niet heel veel fakkels. Dat is positief. Let's go naar beneden. En kijken of we daar wat interessants kunnen halen. Goud sowieso, dat heb ik nog helemaal niet. Dus dat is een nieuw blok. Oké, dan moeten we heel voorzichtig zijn hier. Want als ik hier verkeerd uitkom, dan heb ik natuurlijk alsnog een probleem. We moeten heel voorzichtig naar beneden springen. En laten we eerst maar eens eventjes een beetje hoogte maken. Want als ik hier per ongeluk tegenaan knal met mijn hoofd,
dan is het natuurlijk gewoon Leroy Jenkins recht naar beneden bovenop dat stuk steen. Ben ik alsnog dood, kan ik alsnog gaan huilen. En dan lacht iedereen me uit. En dat wil ik niet. Ik wil niet uitgelachen worden. Oké, komt-ie. Leroy Jenkins! Awesome! We did it! Holy shit. Ze hebben hier een soort van dammetje gebouwd. Brada, hoe gaat het met... Ja! Dat was niet de bedoeling. Hey, maat, je sloopt de hele boel. Oh, man. Oké, fakkeltjes. Laten we eerst maar eens even zorgen dat we hier fakkels hebben, anders dan... Komt er weer een creeper aan, wou ik zeggen. Oh, nee, 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 nee. Oh, moeder, kap nou met die onzin. Serieus, ik ga echt fakkels overal neerzetten. Overal, want ik wil dit niet nog een keer. 1 creeper is voldoende, 2 creepers is te veel. Hops, oké. Het gaat echt super ver, jongens, hier. Nog een creeper. Ik hoor trouwens ook andere beesten. Ik heb geen idee wat voor geluid het was. Sterf! Blijf nog gewoon daar. Auw! Waar kom jij nou in één keer weer vandaan? Oké, blaas jezelf maar op. Please. Holy shit. Zelfmoordcreepers. Oké, healen. En snel ook. Dit is echt levensgevaarlijk hier onder de grond. Lapis. Oh, bitter awesome. Maar dat hebben we voorlopig eventjes niet... Ah, overstroming. No, 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 no. Ga er gewoon in. Wat een verschrikkelijk plekje is dit. Come on. We moeten hier doorheen en zo snel mogelijk alles oplichten. Wat is dat dan? Is dat een spanner of zo? Er is in ieder geval een hoop goud. En volgens mij hoorde ik ook een babyzombie. Dus daar moeten we heel goed voor uitkijken. Die passen er natuurlijk dus door. Er is een vleermuis. Het is echt super eng hier. Holy spet. We hebben wel allemaal spulletjes natuurlijk. Oké, hier loopt het dood. Zo. Dus daar spant in ieder geval niks. Moet je kijken wat we allemaal hebben. Hoe diep zitten we eigenlijk? We zitten op 22. Zit er redstone op 22? Laten jullie dat eens eventjes weten, jongens, in de reacties. Dan kan ik redstone gaan zoeken misschien hier beneden. Eens eventjes kijken. Wat, ik wil eerst weten wat hier nou eigenlijk precies voor gat zit. Waar zat dat gat? Daar, geloof ik. Eens eventjes kijken hoe die zombies dan precies vandaan komen. Wat is dit allemaal voor... Is dit een zombie party of zo die jullie eraan te houden zijn? En... Hap! Hap! Oh, het is een heks! Oh, no! Die gaat natuurlijk met shit lopen gooien. Hap! Die moet echt zo snel mogelijk dood. Ze heeft een potion. Ze heeft een potion in de hand. Of ze het even wil laten. Rot op. Ja. Ga dan gewoon dood. Ze was een echte goede heks. Het is dat ze de brandstapel afgeschaft hebben een paar honderd jaar geleden. Maar anders had jij er toch graag op een plaats nemen. Hup. Nee. Oh. Nee. Ze hebben gepoisoned. Oh. No. 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 En een zombie. En een zombie. Come on. Blijf weg. Rot op. Laat me met rust. Hoe gaan we dit oplossen? Poison 1 seconde nog. Kom op, eten. En healen. Ik moet en zal die heks killen, jongens. Kan dat beest ook interessante, nuttige dingen droppen? Er staan gewoon 2 heksen. Kijk dan, er staan er gewoon 2. 1 is wel voldoende, jongens. En voor mij hebben ze ruzie met elkaar. Auw! Doe dat even. Kap er nou gewoon even mee. Weer poison. Eten. En snel. Ben ik nou dubbel gepoisoned of niet? Het lijkt er verdomd best wel pittig veel op. Oh, hebben ze ruzie met elkaar? Ah. Ze gooien hun poot. Het zijn er 3! What the flip? 3 heksen staan er! Doe even normaal, hé! Hey. Ik denk, ik ga hier onder de grond op avontuur. Wat vinden we? 3 heks? Weer gepoisoned! No! Oh, dan ben ik het in één keer weer klaar. Ah! Dit is verschrikkelijk! No! Hé, hey, de aardappel, dank u. Jongens, ga nou gewoon. Dat was er eentje volgens mij. Ik heb 1 heks gekild. Hap. 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 Ze gaan ook echt gewoon niet dood. Dit zijn onsterfelijke heksen dit. Hoeveel klappen moeten die beesten krijgen voordat ze eindelijk eens een keer doodgaan? Nou is dat er nog maar eentje. Dat was sowieso de laatste. Nope. Dat was niet de laatste. Oh, come on. Nog 1. Hou het leuk. Is er een heksenspanner of zo? Complete heksenparty. Kom. Staf. Heeft dat beest ook nuttige dingen bij zich? Of is dit echt alleen maar irritatie? Waar is mijn eten? Mutten. Oh, come on, come on, come on, come on. Niet doodgaan, please. Ultieme battle der heksen. Er zit hier sowieso ergens een spanner achter. Kijk, dat is de laatste, denk ik. Maar dat dacht ik net ook al. Hap, 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 hap. De mens is fucking onsterfelijk. Oké, dan zo snel mogelijk vogeltjes neerzetten. Ze zijn allemaal dood.
En dan hopen dat het zo blijft. Come on. Fakkels over. Ah, spin. Levensgevaar. Het is gewoon een heksengrot hier. Hoeveel heksen waren dat? Heeft iemand ze geteld? Kan iemand eens eventjes tellen, jongens, hoeveel heksen ik gekild heb vandaag? Voor mij waren het er echt een stuk of 5. Misschien wel meer. Ik heb er gewoon voor mij 2 of 3 tegelijkertijd gemapt. En toen kwam er weer eentje. En nog één. Volgens mij heb ik 5 heksen gekild. Dat is eigenlijk best wel veel natuurlijk. Eigenlijk gewoon veel te veel. Waarom zitten er hier 5 heksen onder de grond? Dat slaat echt helemaal nergens op. Geef me die lapens maar. Dat is leuk voor de experience. Hopsakee, komt u maar. Dan mochten we dan binnenkort diamonds vinden. Dan kunnen we meteen gaan enchanten. Witch is pittig awesome. Daar is ijzer. Dat hebben we natuurlijk nodig voor het huis. En ook voor de... hoe heet die dingen? De pistons. Oh, potverdorie. Waar is dat ding? Ja, zie je? Was het... Potion of healing. Hey, ik heb potions gevonden. Awesome. Die kunnen we goed gebruiken. Voor healing of zo. Goud, natuurlijk. Want we moeten een gouden troon maken voor... iemand. Er moet ergens een gouden troon komen. Met deze officieel een voornemen om een gouden troon te maken. Hey, ijzer. Komt u maar. Waar is mijn schep? Heb ik geen schep? Waarom ben ik onder de grond gegaan zonder schep? Wat ben ik dan voor pindakaaspot? Kom op. Onder de grond. Schep mee. Standaard. Altijd. Faku is weer lekker bezig, jongens. We nemen alles lekker mee. Er zit er nog eentje achter. Die wil ik ook hebben. Komt u maar. Laten we het met deze doen. Dat is makkelijker. Dan ben ik zo meteen mijn ex weer kwijt. Dat willen we niet. Hoppa. Komt. Oh, er zit er nog eentje onder. Nice. Hop. Hoeveel hebben we? 10 ijzer, 5 gold ore. Dat gaat al lekker. Moet ik natuurlijk wel zo meteen de weg terug naar huis weer vinden. Dat is natuurlijk hier via deze uitgang. En dan was het hier naar links. Gelukkig zijn alle monsters nou wel een beetje dood. En hopen dat het ook echt... Ah! Nee! Nee! Wat? Ik hou mijn grote mond voortaan wel dicht. Waar kom jij nou in één keer weer vandaan, broeder? Van daarboven natuurlijk ergens. Oh my god. Of je me even niet zo wil laten schrikken. Bijna een hartstilstand op een video. Zou dat views trekken trouwens? Hartaanval in video. Kan natuurlijk ook weer niet maken. Zijn vast wel YouTubers die het doen. Ik niet. Hupsakee, komt u maar. Hupsa. IJzer. Geeft u maar. Echt, we moeten echt wat aan het water doen. Helemaal gek van die zooi. Water is leuk in het zwembad, maar niet buiten. Daar moeten we niet willen. Komt u maar. Komt u maar. Nog meer. Hopsaflots. Oh, de kool laten we even zitten. Want kool hebben we voorlopig zat. Kool kunnen we zo makkelijk weer gaan halen. Dat ligt al boven helemaal natuurlijk. Hup. Komt u maar mee. Deze gaat mee. En dat wil ik eigenlijk aan het eind van deze aflevering ook nog redstone hebben. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar dan kunnen we tenminste de volgende aflevering gaan beginnen aan het bouwen van... Kap nou even. Ga nou gewoon wieberen. Ga even boodschappen doen of zo. Of ga... Doe wat. Je moeder of zo. I don't know. Hopsaflots. Zo. Dan gaan we hier onder de grond. Dan gaan we kijken of we redstone kunnen vinden. Want ik denk dat je hier redstone zou moeten kunnen vinden. Op deze diepte. Hoe diep zitten we eigenlijk? 19. Laten we naar diamond level gaan. Want daar heb je sowieso redstone. En goud natuurlijk. Holy shit. Op het moment dat ik meer goud heb dan redstone in deze wereld. Dat is eigenlijk gewoon een gouden mansion dit. We kunnen bijna een huis van goud gaan bouwen. Bizar. Hoeveel goud hebben we ondertussen? 17. Bijna meer goud dan dat we ijzer hebben. Dat is natuurlijk helemaal genut, hè. En ijzeren tools maken. Of nee, gouden tools maken heeft genut. Gouden tools maken zijn zeer kut. Die willen we niet. We willen alleen maar goede spulletjes hebben. Hm? Goede spullen is meer dan voldoende. Is dit de juiste diepte? 14. We hebben in ieder geval ijzer. Which is positief. Aan ijzer voorlopig eventjes geen tekort, jongens. Weet jullie toch dat ik aan het begin van deze aflevering bijna geen spullen had? Nu heb ik gewoon bijna te veel. Want zoveel ijzer gaan we natuurlijk ook allemaal niet gebruiken. Dat is eigenlijk best wel gevaarlijk. Op een keer dit. Levensgevaarlijke tunnel. Let's go onder de grond en zoek nog wat redstone. Roodsteen. Zodat we in ieder geval de boel kunnen aansluiten. Dat we het ook echt kunnen testen. En dan zal ik ook eventjes op internet moeten gaan zoeken naar een tutorial, hoor. Hoe dat moet. Want ik ga natuurlijk wel proberen om zelf die... Juist, hopsakee. Om zelf die redstone... Of zal ik het zelf proberen? Ik denk dat ik het zelf ga proberen. Je moet natuurlijk ook dingen zelf gaan proberen. Als je het zelf niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt. Is dit voldoende, denk je? Denk het niet, hè? Om het hele redstone systeem aan te leggen. Nee, nee, nee. 16 redstone is sowieso niet voldoende. We hebben meer nodig. We maken deze hele pickaxe op. En dan gaan we kijken of we naar boven kunnen komen. Want dat is ook natuurlijk wel heel belangrijk. Kunnen we weer terugkomen, ja of nee? Waarschijnlijk wel. Gewoon de kwestie van de tunnel volgen. Hm? En dan onszelf weer naar boven bouwen. Want we zijn nog steeds een heel stuk naar beneden gelazerd. Hm. Dat idee loopt dus ook niet echt al te goed. En ik wilde namelijk een mooie mijnschacht maken. Met allerlei verschillende gangen naar alle kanten. Maar dat gaat hem ook niet worden waarschijnlijk. Want ja,
als ik hier naar beneden ga lopen bouwen, dan moet ik een trap bouwen recht door de opening. Dat wordt hem natuurlijk ook niet helemaal. Jongens, meer roodsteen, please. Redstone, we need power. Dat is wat we nodig hebben. Geen knolpower, maar redstone power. Uiteraard, komt u maar hier. Geeft u maar mee. Zo, ik hoor lava trouwens. Er zit hier ergens lava achter. Hoppa. Hoeveel hebben we nu? 41. Dat is waarschijnlijk wel voldoende om één kant aan te sluiten. En als één kant werkt, dan is het natuurlijk gewoon een kwestie van meer redstone zoeken. En zorgen dat we nog een tweede kant precies in spiegelbeeld bouwen. Dus eigenlijk zou ik nu voldoende spulletjes moeten hebben om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Hoe gaan we in godes naar weer naar boven komen? Daar is de uitgang. Zo mooi om zo te zien. Dat je gewoon helemaal naar beneden kan bouwen. Heb ik genoeg steen? Ja, ik heb voldoende steen. Dan kunnen we zelf gewoon helemaal naar boven bouwen. En eigenlijk laat ik dat water gewoon maar eventjes liggen, denk ik. Want het is wel een ideale valkuil. Dan kan ik gewoon naar beneden springen elke keer. Als we meer spulletjes nodig hebben, gaan we gewoon recht naar beneden. Easy peasy. Easy sneezy peasy. Hoe ver moeten we nog? Heel ver. Zo. Een stukje deze kant op. Komt u maar. Komt die dan. Trap. Awesome. Vaco Gamers. Het zou ook pittig awesome zijn als jullie vandaag nog eventjes een like op deze video zouden doen. Als je dat nog niet gedaan hebt. Zoals ik ook aan het begin van deze aflevering zei. Minecraft Survival is op dit moment gek genoeg een van de meest populaire series op Vaco Games. Hopelijk blijft het ook zo als de vakantie voorbij is. Mocht je mij willen steunen met deze serie. Knal die like dan eens eventjes op. Laat ook zeker eventjes in de reacties nog weten. Of dat jij van plan bent om Minecraft Survival ook na de vakantie te blijven volgen. Elke dag, maandag tot en met zondag. Om 7 uur 's ochtends komt er een gloednieuwe aflevering online. En ik hoop natuurlijk dat jij er de volgende keer ook weer bij bent. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil jullie bedanken voor het liken. En tot de volgende keer. Morgenochtend 7 uur hier op Vaco Games. Voor de volgende aflevering van Minecraft Survival. Mazzel!